denk dat je als werkgever altijd moet beseffen dat als mensen zich goed voelen in hun vel, zij de combinatie van werken en privé goed kunnen combineren, dan gaan zij zich ook in eerste instantie verbonden voelen, maar ook vooral gemotiveerd voelen om dit te blijven doen. Mensen moeten zich goed voelen. Dat is eigenlijk voor mij de stip op de horizon. En dat blijft voor mij het belangrijkste van alles wat ik doe. Verbondenheid, maar vooral welzijn. Work-life balance, daar hebben we al heel veel stappen in ondernomen. Maar daar gaan we nu naar een next level, denk ik, echt wel. Door de combinatie van thuis en op kantoor te kunnen werken. Dus 3 dagen mogen mensen maximum thuis werken. Maar we vragen wel om die 2 dagen toch naar kantoor te komen. Waarom? Om die verbondenheid te blijven creëren.